Ja, het is schrik en het is natuurlijk voor de mensen is het verschrikkelijk die het overkomt. En wat vooral balen is dat het eigenlijk het is te voorkomen. Dit is eigenlijk een paardenstaart aan een stok waarmee we kijken of het haar in het rooster gezogen kan worden. En of je wellicht op die manier vast kan komen te zitten aan het roosteren. Op het moment dat het foute boel is, dan heb je vaak dat het haar achter het rooster in de knoop raakt. Dus dat het erin gezogen wordt en achter het rooster gaat draaien en zo een knoop ontstaat. Nou, in dit geval kan ik hem gewoon weer weghalen en is er niks aan de hand. Dus dit rooster is veilig. Ja, je denkt eigenlijk shit alweer. Enkele jaren geleden is er een Belgische kindje verongelukt in een zwembad. Het gebeurt wel eens. Het gebeurt dus wel eens. Nou, in de zwembaden waar we de inspectie hebben gedaan, daar is de kans eigenlijk niet heel. Want daar hebben we alle risico's in kaart gebracht. En waar die waren, zijn ze opgelost. Maar campings? Wij zijn eigenlijk nog niet of nauwelijks op campings geweest om een inspectie uit te voeren. Dus daar zou ik eigenlijk niet wat zinnigs over kunnen zeggen. Dus kinderen in de gaten houden, zorgen dat ze daar niet gaan spelen. Zorgen dat je zelf weet van in een zwembad waar zitten ondanks de roosters. Ondanks dat jij ze checkt, dubbel checkt, dat is het beste advies. Ondanks dat, er kan altijd iets kapot gaan. Het zijn slijtageonderdelen, er stroomt continu water langsheen, een pomp kan kapot gaan. Het risico is er altijd een klein beetje als er zuiver is. Ook al is hij gecontroleerd? Ook al is het gecontroleerd, je kan het nooit uitsluiten. Dus zorg gewoon dat je uit de buurt blijft van de roosters. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.